Welkom, fijn dat je kijkt naar U-Online. En waarin we terugkijken op de in het oog springende gebeurtenissen op social media. En Sabine die heeft het een en ander verzameld. Maar Sabine, we beginnen altijd eerst even met jouw persoonlijke momentje. Ja, en mijn persoonlijk momentje deze week is vooral een romantisch momentje. En ik vraag me eigenlijk af hoe vaak dit gebeurd zou kunnen zijn. Laat zien. Kijk, hier zie je dus dat het ene meisje haar vriendin ten huwelijk vraagt. Ja, en die wordt een beetje gek. Maar kijk wat ze uit haar tas haalt. Ook een ring. Nou ja, zeg. Ze hadden allebei precies hetzelfde idee. Ja. Nou, precies wat de woorden zeggen als dat geen gelukkig huwelijk wordt. Ja, dit is natuurlijk van Editie NL, maar het was echt overal te zien. En het grappige was dat op die plek, dat ze daar ook echt elkaar voor het eerst hebben, ja, precies een jaar geleden verkering kregen. Ze hebben gelijkgestemde meiden in ieder geval. Ja, wat leuk, hartstikke leuk. Ik heb zie je ook een beetje eentje. Gluren. En, je moet eigenlijk alleen even weten dat ik een... Ik heb het gevoel dat ik voor niet zoveel dingen bang ben, maar wel heel erg voor slangen. Dat druk jij me even. Zal ik hem erin? Ja, ik zie hem al. A South African girl caught a cobra with her bare hands. We all took to YouTube to see if we can... Daar schrik je even van. Zo, die pakt hem gewoon even vast. Ik vraag me alleen wel af, moet ik eerlijk zeggen, of dit nou echt is. Want dit kan gewoon... Nou, dat ging echt... En die honden daar ook. Je moet er echt gewoon heel bang voor zijn. Ja, dus het is heel apart, hè? Een cobraatje. Nou ja, goed. Laten we beginnen, Sabine. Afgelopen week in ieder geval waren de ogen in oog in al, jawel, op Emiel gericht. Hij heeft een mot met de gemeente, want hij zet zijn fiets onder een afdakje. Ja, dat klinkt natuurlijk belachelijk. Daarom kijk ik eerst even mee wat er precies aan de hand is. Dit is Emiel Meijer. Hij woont in oog in al en hij heeft ruzie met de gemeente. Nou, ik ben hier nou al 5 maanden mee bezig. Emiel heeft een fiets en die staat in de voortuin onder een afdakje. Lekker droog. Ik fiets altijd naar het Centraal Station toe, naar mijn werk toe. Stap ik op de trein. In de buurt zijn nog veel meer van dit soort stallingen in de voortuin. Die mogen van de gemeente Utrecht allemaal blijven staan. Behalve die van Emiel. Hij is illegaal, hij heeft geen vergunning en hij moet weg. Maar alle bouwsels in de wijk zijn illegaal. Hier achter staat er eentje, daar verderop in de wijk staan er nog 3 en daar gewoon nog een paar. Er staan er wel 75 in de wijk en dan moet de mijne weg. De gemeente bevestigt dat al deze bouwsels illegaal zijn, maar gewoon mogen blijven staan. Emiel is de klos omdat een buurtbewoner geklaagd heeft. En als er een klacht ligt, dan moet de stalling weg van de gemeente. Dezelfde buurman klaagde ook over een stalling verderop in de straat. Ja, ze hadden ook gemeld nummer 38, maar daar staat er geen. En die heeft er ook nooit gestaan, maar hij staat bij nummer 34. Maar daar doen ze niks mee, want die is niet gemeld. Dat is toch vreemd? De stalling op 34 mag gewoon blijven staan. Emiel is boos, want de Utrechtse wethouder wil toch zo graag dat hij op de fiets gaat? En Lot van Hooydonk die wil graag dat de mensen op de fiets naar het werk heen gaan. Nou, mijn vuile auto mag ik wel voor mijn voordeur zetten, maar mijn groene fiets mag ik niet hier neerzetten. En de gemeente bevestigt dat alles wat Emiel zegt klopt. Ja, dat is toch wat, hè? Maar als je nou een klacht indient, dan wordt dus je ding weggehaald, je afdakje. Ja, ik ben eigenlijk bijna geneigd om dat gewoon even uit te gaan proberen. Want ik zag er echt wel een aantal dingetjes staan van. Ik dacht, nou ja, dat lijkt allemaal wel op elkaar. Hè? Ja. En dat is iets wat mensen op Facebook ook vooral heel erg frustreert. En dat zie je ook wel terug in de reactie van Johanna. Die zegt, inschakelen de rijdende rechter, meneer Visser. Ja, goed idee. Ja, wie kent hem niet? Ja. Ferdinand die zegt, welke debiel stoort zich nou serieus aan zo'n klein afdakje? Want we zagen het net al, er zijn er meer. Ja. En Hanneke die gaat er een beetje op verder en die zegt, wat maken we elkaar weer het leven zuur? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Kan ik dan nog wel even aan toevoegen dat dingetje van hem ook wel erg lelijk is? Nou ja, er zijn wel wat mooiere dingetjes in de wijk, hè? Okay. Goed, in 2 weken tijd 2 ramkraken bij de IC Paris in Leidse Rijn. En dit terwijl het gloednieuwe winkelcentrum nog geen eens af is. Gelukkig zijn er al wel 2 verdachten aangehouden. Het is triest, maar ja, je doet er niks aan, denk ik. Heel erg voor die mensen. Henny van Hoven kan zijn ogen niet geloven als hij vanmorgen met zijn collega bouwvakkers op de werkplek aankomt. Opnieuw hebben ramkrakers toegeslagen bij de IC Paris op de hoek. Net als 2 weken geleden, vlak na de opening. Nou ja, dan denk ik, godsje mijne, hè? Het is ongelooflijk.
Dat eerste reactie is natuurlijk triest, dat verschrikkelijke nieuws. Zowel voor, met name eigenlijk het personeel. En natuurlijk voor Easypri XL zelf. Lukt de ramkrakers om spullen uit de winkel mee te nemen en vervolgens te vluchten. Maar een auto crasht op de Waterlinieweg in Utrecht. De politie houdt vlak daarna twee verdachten aan. Voor het filiaal van Easypri praat Henny met medewerkers van de winkel. Hij dacht dat ze de boel twee weken geleden goed hadden beveiligd door deze betonblokken voor de deur te leggen. Nou ja, we hebben ze daar gewoon neergelegen en hier hebben we er een neergelegen voor de veiligheid. Maar ja, blijkbaar hebben ze de lak aan. Ja, dat denk ik wel, zo te zien, hè. Ja. En voor de winkel is de maat nu in ieder geval vol. Nou ja, het is heel recentelijk gebeurd, een aantal uren geleden. Dus we zitten inderdaad te kijken of er mogelijk extra maatregelen getroffen kunnen worden. Maar daar kan ik nu helaas nog niks over zeggen. Maar jullie willen geen derde keer, neem ik aan. Dus ik neem aan dat je met de vuist op tafel slaat van help ons en voorkom dat het weer gebeurt. Het is zeker onze aandacht, ja. Goh, nou dat heeft de tong helemaal losgemaakt daar in de buurt, denk ik. Ja, daar hebben we het echt volop over gesproken. De reacties die spreken natuurlijk wel een beetje voor zich. Dat ze het allemaal verschrikkelijk vinden. En dat ze denken, ja, hoe kan dit nou gebeuren? Maar wat nog even goed om te zeggen is dat er ook nog mogelijk een derde dader in beeld is. En dat de politie daar druk mee bezig is om dat te onderzoeken. Mooi, hè? Dat maar in gang wordt gezet. In steeds meer wijken wordt betaald parkeren ingevoerd. En dat heeft als gevolg dat automobilisten hun auto gaan parkeren in wijken waar het nog wel gratis is. Dus ze schuiven eigenlijk op. Nou, daar zijn onder andere de winkeliers en bewoners rond het Smaragdplein in de wijk Tolsteeg nu eigenlijk de dupe van. Sabine, ja, ik zat even te denken, jij bent wel in die wijk geweest. Heb jij het aan de lijve ondervonden? Nou, ik heb daar letterlijk 6 rondjes gereden. En na dat 6e rondje had ik nog steeds geen plek. Mm-hmm. En dat is wel iets wat je hier ook mooi ziet. Dit is een tweet van Casper. Die zegt, ja, zelfs de doorgang bij het Smaragdplein totaal vol geparkeerd. Yeah. Hashtag parkeeroverlast, nou ja, Hogerhaven Tolsteeg. En dat beeld, dat is eigenlijk de hele dag zo. Je kunt daar gewoon niet je auto kwijt. En dit is een foto die we ook nog binnenkregen. Kijk. Ja. In de avonduren, ja. Het winkelcentrum al lang dicht natuurlijk. Maar ja, ja, van wie zijn al die auto's nou? Ja. Dus dat schuift continu op? Dat schuift continu op en dat levert toch wel heel veel frustratie op. Dit is weer een tweet die we tegenkwamen. Waar is de handhaving op zaterdag op het Smaragdplein? De auto's worden overal neergezet, ook op het tussenstuk en bij de vlaggenmast. En mensen met een rollator kunnen er niet langs. En dat is ook iets wat ondernemers opvalt. Het is van de Turkse bakker daar. Die maakte dus die foto. Ja. En hij zegt, ja, het is gewoon, het houdt gewoon niet op. Nee, we zitten aan de parkeerplaats en we zien de hele dag door alleen maar mensen rondjes rijden. Dus eigenlijk het enige wat je zou kunnen doen is daar ook weer betaald parkeren invoeren. En dan schuift het weer op. Ja, maar dan ben ik bang dat dat probleem weer ergens anders heen gaat. Ja, nee, precies. Zo is het. Afgelopen woensdag vlogen de Boeing de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Nou, er was ook meetapparatuur geplaatst om zo te testen wat het geluid nou doet. En of het echt ook voor overlast zorgt bij omwonenden. Daar hoort u hem? Ja. Ik zie hem niet waar die boom staat. Ik zie hem niet. Maar ik hoor hem wel. Wat vindt u van het geluid? Ja, je hoort het natuurlijk wel. Vindt u het hard? Vindt u het storend of valt het wel mee? Nou, als je binnen zit, hoor je het niet, hè? Oh, kijk, daar gaat hij. Oh. Waar? Hoe daar? Ja, ik zie hem. Ja. Ziet u hem? Ja. Nou, dat is het dus. Ja. Ja, ik weet niet wat ik hem zeg. Wat is uw slotconclusie? Nou ja, je hoort hem natuurlijk wel als je buiten zit. Maar ik weet niet hoe vaak het per dag is. Maar zult u er slapeloze nachten van hebben als u dit zo hoort? Maakt u zich zorgen? Nee, binnen hoor je het niet. Binnen hoor je dit niet erg hoor, dacht ik. Nou, daar gaat hij. Ja. Nou, binnen hoor je het niet, dacht ik. Oh, wat heerlijk dit. Ja, dit doet me eigenlijk wel, dat bloesje en die mevrouw doet me eigenlijk ook een beetje denken aan mijn eigen oma. Dus ja, het is wel leuk om te zien. Maar ik weet er in ieder geval hiervan is dat hij alleen maar heeft overgevlogen. Dus hij heeft niet opgestegen en daar gaan landen. En dat is nou juist de grootste kracht van die motor. Dat klopt, heb je helemaal goed. En dat zagen ook veel terug overal, ook onder dit filmpje en bij andere reacties. Ja, het belangrijkste wat je eigenlijk, waar je last van hebt, dat hebben mensen niet gehoord. Nee. Dus wordt vervolgd. Zeker.
Vorige week sloten wij de uitzending af met een oproep voor bijzondere filmpjes. Nou, die kwamen volgens mij met bakken binnen. Ja, zeker. Hè? We hebben er heel veel binnen gekregen. Ja. En het leuke is, we hebben het natuurlijk even op een rijtje gezet. Want vorige week was het echt supermooi weer. Echt zonnetje, bikinis, ijsjes eten, noem het allemaal maar op. En je weet het wel, deze week was het een bende van ellende. Ja. En dat zien we heel goed terug. Kijk, dit is in Maarsen, filmpje van Melanie. Leidse Rijn. Hele grote hagelstenen. Oude water, precies hetzelfde. En bij Marieke komt ook echt de regen. Ja, precies. Gelukkig niet binnen. Uit de lucht vallen. Nee, maar wat absurd. Ja. Wat een tegenstelling, hè? Ja, dat was echt heel bizar. Ja. Maar ik heb eigenlijk nog even wat leuks. Want vorige week hadden we het ook over Henk. Ik ga de foto meteen even laten zien. Dat is deze. Henk Westbroek. Ken je hem wel, toch? Jazeker. Ja. Hij is ziek en hij deelde dus ook mee op Twitter dat hij dus even niet aan het twitteren was, omdat hij zo ziek was. Ja. Maar we hebben weer een tweetje gevonden. Als gevolg van een knappe analyse van longartsen en een behandeling op maat in het Diaconesshuis, overigens met een K, van Utrecht, ben ik niet langer in levensgevaar door besmetting met een Legionella-bacterie. Grote dank, medische staf. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Utrecht met een hoofdletter, hè? Dat is inderdaad ook zo. Fijn, dat is goed voor onze collega. Daarmee zit het er allemaal doorheen. Zeker. Dit was uw online voor dit weekend. Sabine, jij ontvangt natuurlijk nog steeds graag filmpjes. Ja, hele leuke filmpjes. Dat kan naar nieuws@rtvutrecht.nl. Maar u kunt ook een berichtje sturen naar Instagram of Facebook. Nou, zou ik zeggen, heel fijn weekend en graag tot volgende week. Tot volgende week.